Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans, ik ben schrijver en ik ben hier regelmatig op Land van Lezen te zien met een nieuwe vlog. En deze vlog gaat over Mark Jansen, een heel bijzondere auteur en illustrator. Misschien dat je hem kent van dit boek, Niets gebeurt, een prachtig boek. Of anders van dit boek, Dino's bestaan niet, ook al zo prachtig. Maar onlangs is dit boek verschenen, het boek Eiland. En met het boek Eiland, vind ik, overtreft hij zichzelf. Het zit propvol thema's zoals kleur, vriendschap, seizoenen, maar ook emoties als angst en blijheid. Nou, het gaat over een vader, een dochter en een hond die schipbreuk lijden en terechtkomen op een eiland. Tenminste, ze denken dat het een eiland is, maar niets is wat het lijkt. Het boek zit zo vol met details, het is zo fantasievol, dat het zich leent voor allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld het schild van de waterschildpad, want dat is het eiland. En dat leent zich voor het maken van prachtige kunstwerken. Er zijn activiteiten te doen die je in het speellokaal kunt doen. En het boek, het is een boek zonder tekst, leent zich ook om dat kinderen het verhaal zelf gaan bedenken, zelf gaan inspreken op een iRecorder app van een mobiel of van een tablet. En dat ze daarna met behulp van de prenten het verhaal aan andere kinderen kunnen laten beluisteren. Nou, al die activiteiten die staan vermeld in een lesbrief en die lesbrief is gratis te downloaden op Land van Lezen. En waar op Land van Lezen? Natuurlijk bij het boek Eiland. Ik zou zeggen, heel veel plezier met al die activiteiten in jullie groepen en graag tot de volgende keer. Dag!